overtreding op de Leeuw. Bodaar met de vrije trap. En de Vries die wegkomt. De bal blijft binnen. En dus ziet dit er dreigend genoeg uit. Appel voor Hens. Van Ziegem heeft het uiteindelijk gezien. Nou heeft hij het wel gezien. Of gaat hij af op het appel? Er zit voor RBC geen verschil in. Meul die de muur neerzet. Maar richting verandert Meul met een goede reactie. Vrije trap van Thierry. Leek niet zo gevaarlijk, maar wordt nog aangeraakt door het muurtje. En dan moet Meul zich strekken. Kambi Leeuwarden komt langzaam een beetje op stoom. De Visser. De Vries, het lichaam ertussen zoals De Vries dat kan. Het wordt een hoekschop. Hij is fit. Fitter dan ooit. Mark De Vries. En dan is hij gewoon uiterst gevaarlijk. De Wacht. De bal van richting veranderd door Jansen. En dan van dichtbij Christiane. 1-2 tussen de verdedigers bij Cambuur Leeuwarden. Van Boksel zat daar nu dichtbij. Ars. Dit is goed gevoetbald. Bodaar. Bodaar mag verder. En dit is een handig balletje. RBC Roosendaal razendsnel aan de andere kant. Het is 0-0, maar het is boeiend. Maatje. Maatje met een goede actie. Voorzet van Maatje over de Vries heen. En de Visser dan. De Vries maakt daar een rare buitering, omdat hij een duwtje krijgt van Van Driel. Maar wat beslist Van Ziegem? Dat duwtje van Van Driel aanleiding is om een penalty te geven. Nou, dat is zwaar bestraft. De Visser de halve nu met de strafschop. Die benut hij feilloos. En kleine 9000, want de RBC-supporters zijn er uiteraard niet blij mee. Die gaan uit een bol. In de 35e minuut komt Cambuur Leeuwarden op voorsprong. Christiane de verkeerde kant uit. Guit. Van der Ree. Maatje zomaar de bal kwijt. Speelt toch nonchalant, Maatje. Zo nu en dan zie je zijn klasse. Maar hij laat het in de eerste helft toch te weinig zien. Dit is een aardige bal. En is hij nog aangeraakt door Meul? Blijkbaar de kopbal van de Leeuw. RBC dicht bij de gelijkmaker. Een beetje postbodevoetbal wat Cambuur speelt. Nu ook Jansen weer. Vindt daar wel De Vries. De Vries het lichaam ertussen. De Vries half struikelend. En dan Christiane. Nu werd De Vries toch beduidend meer lastig gevallen dan bij de penalty situatie. Het zet toch de beslissing van Ziegem om in de eerste helft wel een strafschop te geven bij een veel minder vergrijp toch in een ander daglicht. En hier is Nelson. Martina. En weer Nelson. Martina. Maar nu. Niet te best weggewerkt door de Guit. En dan Van Ziegem die besluit RBC een vrije trap te geven. Meul zet het muurtje zoals hij het wil hebben. Van Driel links van de bal. Ars rechtervoor. En dit is Thierry. En dit is Meul met mazzel. En bal tegen de hand aan. Ja. Van Ziegem heeft het wel gezien. Maar er is ook gevlacht voor buitenspel. Dus dankt Cambuur Meul dat hij die bal via zijn hand op de paal drukt. Daar heeft hij de mazzel van het doelman in vorm, zullen we maar zeggen. Jansen zat er nog even aan.
En dan besluit Van Ziegen RBC Roosendaal een vrije trap te geven. Komt veel tijd bij zo. Als RBC alsnog gelijk maakt. Dat hing er de hele tijd een beetje in. Uit de rebound. 1-1. Goed indraaien de vrije trap. Daar is Meul. Die raakt de bal niet vol. En het is Nelson, wat een invaller. RBC Roosendaal heeft recht op dat punt. Cambuur Leeuwarden heeft niet kunnen overtuigen. Was niet goed genoeg voor de winst. En dat is na de verliespartij tegen Jong de Graafschap voor de beker. Nu toch ook weer een toppertje.